Het was geen gimmick zoals een kapperszaak of zo, maar het ging echt over het hart van het Nationaal Theater, voor het acteren, voor het toneelspelen. Het ging over de cultuur. Het is essentieel dat de cultuursector zich laat horen, maar ook weer kan doen wat ze moet doen. Sowieso dat je alweer in het theater zit, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je dat even zo hebt kunnen doen. En dat je het weer voelt en dat je ruikt het ook echt. Hè? Je ruikt dat theater weer. Dat, ja, mijn hart gaat daar heel snel van kloppen. Ja, en wat je dan ziet op zo'n podium, dan denk je ook echt van jongens, we moeten hiermee doorgaan. We moeten zorgen dat het publiek gewoon weer de theaters ook weet te vinden. We hebben het heel vaak over ons fysieke welzijn, maar ons mentale welzijn is net zo belangrijk. En daarom ben ik hier vandaag. He, omdat ik echt ook hoop dat de deuren gauw weer zullen openen voor deze sector. En vooral ook om ze perspectief te bieden. Want dat hebben de makers zo ongelooflijk hard nodig.